Ik ben Erik van der Westen en vanavond speel ik in Paradox met mijn Secret Life Ensemble. Thank you.
eerste was wel een bijzonder stuk, want dat heb ik ook gespeeld toen ik mijn allereerste concert in Paradox deed. Het baslijntje is daar ook van. Het heet After Dark. Dat speelde ik destijds, en dan hebben we het over 1985, met mijn stressband. En ja, dat is zo'n ding wat je eigenlijk altijd kunt blijven spelen. Dus hij heeft die kleur, die klankkleur van het Midden-Oosten. En ja, het past wonderwel heel goed. Het is een heel bijzondere avond, want het is mijn eerste concert hier in Paradox sinds de grote verbouwing. Ik heb natuurlijk wel sessies gespeeld, dat wel hoor. Maar ik realiseerde me toen ik boven in de kleedkamer was, ja, dat ik me nog nooit daar verkleed had. Dus ik heb natuurlijk heel veel in Paradox gespeeld. Paradox is eigenlijk toch zo zoetjes aan mijn tweede huiskamer geworden in al die jaren. En ik vind het gewoon leuk ook dat we dus een stuk spelen vanaf het allerprilste begin van Paradox. En dat dus gewoon meegroeit.
ander stuk wat we deden is Perugia. Het is een beetje een filmachtig stuk in trio met Bram en Derya. Het laatste wat we deden was Seven Trees, dat is een 7/8 stuk. Doordat ik zoveel met die Turkse muziek te maken heb gekregen, heb ik heel veel te maken gekregen met verschillende metrie, zeg maar. En ja, dit is daar een voorbeeld van. Ik heb het ook al wel heel lang geleden geschreven, dat wel. Maar ik heb het nog nooit echt uitgevoerd, omdat de meeste mensen niet konden spelen.